Thibaut is een opkomende linksback. Wij hebben natuurlijk Thomas Verheid als spits in de punt staan. Dus wij vinden het heel erg fijn als wij ook Thomas nog meer kunnen bedienen qua voorzetten dan dat we afgelopen jaar gedaan hebben. Wij denken daarvoor dat we met Thibaut een linksback in huis hebben gehaald die heel veel op kan komen. Een hele goede voorzet heeft. Is een ontzettend gedreven speler. Gaat maximaal. Met een hele goede linkspoot. Hoe is hij bij jou op de radar verschenen? Nou, dat hebben we gedaan op basis van data. Vervolgens hebben we videobeelden van hem bekeken. Ben ik live naar hem toegegaan. Dit is nog voordat het corona zijn intrede deed in de wereld. En uiteindelijk lang met hem bezig geweest om hem uiteindelijk toch rond te krijgen. Ja, want hoe lang ben je al met hem bezig ongeveer? Ja, eigenlijk vanaf het begin dat ik hier bij Almere City begonnen ben. Dus vanaf begin januari. Hij is de opvolger van Amir Absalem. Die werd gehuurd van FC Groningen. Ja. Dico Koppers verlaat ook jullie. Als je hem vergelijkt met die andere twee, wat zeg jij dan? Nou, dan zeg ik dat ik zelf niet heel veel kan zeggen over Dico, omdat ik Dico natuurlijk zelf niet veel heb zien spelen hier bij Almere City. Amir is ook een hele waardevolle speler gebleken voor ons. Maar Thibaut heeft meer diepgang dan Amir heeft. Thibaut heeft denk ik een hele goede voorzet die Amir ook heeft, maar die heeft Thibaut, die geeft hem vaker voor. Plus Thibaut heeft Europa League ervaring. Dus afgelopen jaar heeft Thibaut in Europa League gespeeld met Dudelange. Heeft hij tegen Sevilla gespeeld. Heeft hij tegen Apoel Nicosia gespeeld. En heeft hij tegen Karabach gespeeld. Dus los van het feit dat Amir en Dico ook hele goede spelers zijn. Heeft deze speler ook gewoon Europa League ervaring. Hey, en als we dan eventjes kijken naar de mogelijke andere versterkingen. Hoe ver ben je daarmee? Nou ja, we zijn met veel spelers in gesprek geweest en we hebben veel spelers in kaart gebracht. Dus het is nu wachten op het juiste moment om te kijken of dat wij met spelers rond kunnen komen. Spelers die voor ons willen kiezen, maar waar wij vooral ook voor willen kiezen. Dus we verwachten nog wel een aantal spelers aan ons te binden. Ja, hoeveel ongeveer? Nou, ik heb volgens mij helemaal in het begin een keer voor de camera bij jou uitgelegd dat we teruggaan in plaats van 30 naar ongeveer 22 spelers. Drie keepers en 19 spelers. Nou ja, dus we verwachten nog wel een aantal spelers te presenteren. 4-5 spelers zullen we wellicht nog presenteren. En nou is ook een kleine rol dat jullie in gesprek zouden zijn met Kolwijk, ex-speler van onder andere Excelsior. Kan je dat bevestigen? Wij zijn met heel veel spelers in gesprek. Is dat een ja? Dat zeg ik niet. Ik zeg, we zijn met heel veel spelers in gesprek. Succes. Dankjewel.